Zaterdagochtend vroeg, JWTV is bij HBS6. Steenkoud buiten, ik sta bij Arjan Gijzen. Arjan, wat gebeurt hier vandaag? Ja, vandaag hebben we eigenlijk de begin en de opening van het nieuwe jaar. En we doen dat door een training te geven. Maar eigenlijk gaan wij die niet geven als HBS zijnde, maar gaan we die in samenwerking doen met een voetbalschool Pro 5. In combinatie met een organisatie die heet Future Voetbal Profs. En daar hebben we samenwerkingsverband mee aangegaan. Uiteindelijk om onze trainers beter te maken. Als onze trainers beter worden, dan worden onze jeugdspelers natuurlijk uiteraard ook beter. Ja. Waardoor je gewoon meer beleving kan creëren en de trainings worden beter, dus dat gaat alleen maar beter worden. Arjan, hoe is het op het ogenblik gesteld met de jeugd? Wat mag er nog wel, wat mag er nog niet? Ja, nu met die nieuwe variant vanuit Engeland en Zuid-Afrika weet ik niet wat er gaat gebeuren. Maar tot nu toe is het zo dat je jeugd tot en met 17 jaar mag je nog steeds gewoon trainen. En eventueel onderling als vereniging zijnde wedstrijdjes organiseren. Als HBS zijnde bieden we dat gewoon nog steeds aan. Gewoon twee keer in de week. Op maandag en op woensdag. En dan op zaterdag dan een activiteit. In dit geval is het een training, wat ik net al zei, met Future Football Profs en Pro 5. Maar we hebben ook regelmatig, wat wij dat noemen, minigames. Dus gewoon voetbalgerelateerde spelletjes. Om toch die jongens en die meiden gewoon een beetje aandacht te geven. En de mogelijkheid te geven om toch nog iets met voetbal te kunnen doen. Toch nog even over die samenwerking. Wat houdt het nou helemaal precies in? Want het is niet eenmalig. Nee, het is niet eenmalig. De samenwerking zijn we aangegaan. En het is de bedoeling dat de jongens van Pro 5 en Future Football Profs elke maandag hier zijn. En die gaan dan tijdens de training de trainers begeleiden. Dus trainers helpen, tips geven, oefeningen uitzetten, zeg maar. Af en toe een stukje training overnemen om te laten zien, oké, zo kan het ook. En één keer in de maand op een zaterdag. En nu met de coronatijd is dat natuurlijk mooi, want dan kunnen we gewoon een volledige training eraan besteden. Dus straks zo komen daar 6 man totaal van die organisaties hier. Om de jongens en de trainers gewoon lekker een mooie training te geven. Amin, goedemorgen. Wat gebeurt hier vandaag? Hele goedemorgen, aangenaam Amin van Pro 5. Wij gaan namelijk met onze organisatie eigenlijk een nieuwe soort training geven aan de jeugd, HBS6. Dat doen we nu 8 jaar. En wij merken dat onze trainingsmethode vernieuwend is, moderner is, op hetzelfde leefstijl is van hun. Dus vandaar dat we hier eigenlijk staan voor HBS6 Jeugd. Ik denk dat de coach van het Nederlands elftal denkt, wat is hun geheim? Wat is jullie geheim? Ons geheim is eigenlijk als eerste dat we een band creëren met spelers, dat is nummer 1. Dat we een soort unieke handshake hebben en vragen hoe het gaat. Dat is echt het nummer 1 gedeelte waar veel mensen zich in vergissen, dat je daar tijd in steekt. En het tweede is eigenlijk dat we van elke soort basis eigenlijk vorm een unieke vorm hebben bedacht. Een beetje creatief erin gegooid. En dat merk je dat kinderen veel meer leven dan hun basisoefeningen die ze jaren zijn gewend. Waardoor ze geen uitdaging meer hebben eigenlijk. Wat is je eigen achtergrond, Amin? Mijn eigen achtergrond is voetballer geweest. Toen kreeg ik 18 jaar leeftijd ziekte van Crohn. Toen ben ik dat gaan omdraaien als trainer zijnde. Nu 8 jaar later, 9 jaar later ongeveer, ben ik eigenlijk elke dag bezig geweest om een nieuwe trainingsmethode te ontwikkelen. En tot nu toe ben ik eigenlijk een soort fulltime trainer eigenlijk geweest voor elke jeugdsoort. Wat is nou de truc om jonge mensen lekker actief en vooral goed te laten voetballen? Ik denk als de eerste is echt, als je hen motiveert, een band eigenlijk creëert met ze, maar ook respect geeft. Maar duidelijk bent vanaf dag 1. En dan motiveren ze eigenlijk het moment dat je gewoon eerlijk ook tegen ze bent. Niet echt lulverhalen altijd toont aan ze, maar gewoon echt verhalen vertelt van je kan het bereiken zodra je dit en dit investeert. Dus ja, dat is eigenlijk, en je moet een band creëren, dat is echt het nummer 1 gedeelte waar ik overtuigd ben. Je komt hier in Schiedam bij het HBS6 voetbalgedeelte. Leuke club. Wat spreekt jou aan om hier te gaan beginnen? Dat is een hele goede vraag hoor. Ik werk eigenlijk gemiddeld met prestatievoetballers, zeg maar. Dat zeggen ze dan om het zo te zeggen. Maar toen dacht ik, weet je wat, het is nu een mooie uitdaging als je met spelers werkt. Die eigenlijk te maken hebben met amateurvoetbal. En hoe zou je dan eigenlijk dan ontwikkelen als je methode daarop zet? Dus vandaar de nieuwe uitdaging voor ons. Over 5 jaar ben je hier terug. Hoeveel talent hoop je dan te ontdekken in het eerste? Ik zou heel eerlijk zeggen, ik zou willen dat de jeugd echt vanuit het eerste voetbalt. En dat is puur omdat ze dan niet hoeven te investeren per se om andere spelers buiten te halen. Maar het is eigenlijk puur om te laten zien dat die systeem werkt. Dus ik denk zeker dat ik 8 basisspelers in jeugd heb.